gesproken over... Vlak voordat de prinses aankomt, zetten de medewerkers van landgoed het Laarin om de puntjes op de i. Want voor een speciale gast moet alles natuurlijk piekfijn in orde zijn. En dan is het tijd voor de 8-jarige prinses uit Hogeveen. Die, voordat ze in de roze limousine mocht zitten, al een heel ochtendprogramma achter de rug heeft. Je bent ook bij de kapper geweest, geloof ik, hè? Wat heeft hij gedaan? Mijn haren gedaan. En make-up. Ook kon een speciaal voor haar gemaakte jurk natuurlijk niet ontbreken. Zoe is 4 maand oud als haar ouders horen dat ze de ziekte van Pompe heeft. Een zeldzame, progressieve spierziekte. Zij heeft dan ook de meest ernstige vorm, de babyvorm, even simpel gezegd. Ja, en wat er aan de hand is, is dat ze eigenlijk een defect heeft in haar stofwisseling. En dat klinkt ingewikkeld, maar ja, eigenlijk als zij haar medicatie niet krijgt, dan wordt het één vuilnishoop bij haar spiertjes. Natuurlijk, Zoe heeft en voelt de ziekte, maar het hele gezin heeft er ook dagelijks mee te maken. Gelukkig, wij wisten, dit is een ziekte die behandeld kan worden. Ja, behandeld in die zin, ja, het is progressief, maar ja, al heel snel ging het bij haar al echt veel stukken beter. Dus haar hart was heel erg ziek, heel groot. Dus dat zijn ook de eerste zorgen die dan ook er niet meer zijn. Ja, en nu, tot 6 jaar heeft zij gewoon wekelijks infusen. Vooral het eerste jaar wekelijks heen en weer naar Rotterdam, want dat is het expertisecentrum waar ze eigenlijk behandeld wordt. En ja, sinds 1,5 jaar heeft zij thuis infusen. Dus er komt een verpleegkundige thuis. Ja, logopedie, fysio, 1 keer in de zoveel tijd gaan we naar Rotterdam onderzoeken. Ze heeft inmiddels spalkjes aan, dus dat is wat het voor nu voor haar betekent. Om de kleine prinses voor even in een fijne droomwereld te krijgen, waarin de ziekte niet centraal staat, maakt Stichting Make-A-Wish deze dag mogelijk. Wij noemen dat de Wish Journey. En het begint eigenlijk op het moment dat het kind wordt aangemeld en de wenshaler daarna gaat kopen. Dat is het traject, begint het. En dat kan zo 3-4 maanden duren. En dan heeft het gewoon iets om naartoe te kijken, om af te leiden van het ziek zijn. En dat werkt gewoon heel goed, want de voorpret is al halve lol. Dus vroeger was het veel meer dat we een wensdag hadden en dat was de verrassing en alles was een verrassing. Maar dat is vaak voor kinderen, dan krijgen ze in 1 keer zomaar alles over zich heen, zonder dat ze dat weten. En nu proberen we ze een beetje ook weten wat er gaat gebeuren. En het ziek zijn kunnen ze al niks aan doen, maar dat ze hier wel een beetje grip op hebben. En dan hebben we natuurlijk nog een heleboel verrassingen wel die dag. De kleine Zoe geniet met volle teugen en gedraagt zich als een echte prinses. Wat vind jij zo leuk aan prinsessen? En dansen. En zingen. En nog in de koets. Weet je wat je nog meer gaat doen vandaag? Ja, in de kunst en dansen en de foto's doen. En nog patatjes eten. Oh, kijk, patatjes eten. Dat is het hoogtepunt, denk ik. Ja. Maar eerst nog een fijn ritje in een echte prinsessenkoets. Samen met ouders, opa, oma en nichtje. En natuurlijk, de droomdag kan niet voor altijd duren. Maar er fijn aan terugdenken met een grote glimlach, dat natuurlijk wel.